Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. En in deze video ga ik weer veel praten tegen mijn webcam. Ja. Nu, ik heb vandaag mijn rapport gehad. En het was wel beter als mijn kerstrapport. Ik heb trouwens een A-test en geen vakantietaak. Dus dat wordt echt niet. Ik ga gewoon achter mijn pc zitten. Dat doe ik om mijn A-test te vieren. Anyway, even een update. Ik heb bijna 300 subscribers. Ik zei het in de vorige video ook al, sorry. Waar ook abonnees weghaald omdat YouTube inactieve subs heeft van de kaart heeft geveegd. Of inactieve accounts eigenlijk. En er waren echt al zoveel mensen al aan het wenen omdat er een paar subs weg waren. Kijk, hier rond mij staan er allemaal comments die of mensen die aan het wenen waren. Maar ik snap eigenlijk niet wat het probleem is. Ik bedoel, mensen waren kwaad op YouTube, maar eigenlijk helpen ze u omdat ze de inactieve subs hebben weggehaald. Ik snap het dan eigenlijk niet. Wat ging ik nog vertellen? Ah ja, ik ging de rapportcommentaar voorlezen. Dus hier is mijn rapportje. Bij aardrijkskunde, dat is de enige CS die er niks heeft bijgezet. Ja, oké. Dan heb ik biologie 69. Mooi resultaat, Wouter. Prettige vakantie. 69 voor bio. Dat is zo verkeerd eigenlijk. Dat is zo verkeerd. Ja, maakt niet uit. Volgende. Chemie, 66. Goed gedaan, Wouter. Ja, ik heb iets bedacht. Ik kan nu niet elke keer punten erbij zetten, want eigenlijk boeit het gewoon niemand hoeveel dat ik heb. Dus ja, Engels, goed gewerkt, Wouter. Een mooi resultaat op het eindexamen is de beste manier om het schooljaar af te sluiten. Prettige vakantie. Ja, ik had 60%, maar als dat goed is, oké dan. Goed zo, Wouter. Met een extra inspanning heb je de helft gehaald op het examen. Geniet van de vakantie. 50% voor Frans, bitch. 1% minder en ik had een vakantietaak. Nailed it. Yeah. Je legde een goed examen af, Wouter. Goed gewerkt. Fijne vakantie. Thanks. Nederlands. Je hebt heel het jaar goed gewerkt. Oké. Voor Nederlands, Wouter. Proficiat en geniet van de vakantie. Thanks. Wiskunde. Onvoldoende op de eindtoets. Ja, laat maar. Ik had dus een lichte buis op wiskunde en ik ga volgend jaar 6 uur volgen. Maar dat komt wel goed. Ik ga me er nu geen zorgen over maken. Dus ja. Het was een beetje een korte video. Maar ook al zijn we nog niet gedaan, het zal een korte video zijn, oké? Het zijn ook Steam sales. En godverdomme, ik heb al veel geld uitgegeven. Veel te veel. Iemand van mijn vrienden op Steam heeft... Hoeveel games heeft hij? Dat is echt niet normaal. Die heeft... Hoeveel games heeft hij er? Ik kan het zien vanaf hier. 1561 games. 1561. Oh ja, wacht. Hij heeft ook nog 2128 DLC in bezit. Why not? Why not? Ik heb er nu iemand gevonden en die heeft level 1020 op Steam. Level 1020. Oh. games. En waarschijnlijk is die gast nog altijd van... Oh, wat moet ik nu spelen? Deze is echt niet gezond. Nou ja, dat gaat hem ook toch zijn voor deze video. Deze video was echt troep, maar niet normaal. Het is wel niet zo leuk, vast een blauw duimpje omhoog, want omlaag gaat hij niet. Abonneer je de volgende keer en de volgende keer meer. Ciao.